We hebben een stukje gewandeld. In de regen. Want we waren het oneens. En nou gaan we een bordje mosselen maken. Vesters thuismenu nummer 29. Er zit een hoofdgerecht bij met ribeye, een jus met tiemoet, peper en kaneel. Heel veel van die dingetjes die daarbij zitten, dus een pureetje warm maken en een ribeye bakken, dat hebben we al in verschillende andere filmpjes laten zien. Dus daar verwijzen we naar terug in de instructie. Wat we wel gaan doen is de mosselen maken op mijn manier, à ma façon. Dus een klein beetje anders dan normaal. Wat ik dus anders doe dan normaal, meestal zet je de saus op en doe je daar de mosselen in. Maar ik bak ze hier even aan, want ik vind het dan fijn als die mosselen zo snel mogelijk verwarmd worden. Dus dat ze heel snel, bak ik ze hier even in wat hete olie. En dan doe ik daar de warme saus bij. Dus je verwarmt de saus en dan bak je die mosselen. En dan hou je ze heel kort, dan zijn ze heel lekker sappig. En toch stevig tegelijk. Stap 1. Leg de fleurons, de stukken paprika en de gebrande ui op een schaal in de oven. Fleurons, wat zijn dat? Het zijn gezellige bladerdeegmaatjes. Toch? Ja. Wat is het baskisch aan deze mosselen? Piment. Is het piment in de jus? Paprika, klein beetje tomaat. En ja, dat is wel iets dat graag in Baskenland, hè, wat bekend staat om zijn paprika's en zijn rode pepers. Stap 2. Verwarm in een kookpan de mosselsaus. En in die mosselsaus zit dus de piment, paprika, ui en een beetje ham. Ja, ik een beetje bayonham, dat is ham uit Baskenland ook. De mosselsaus moet dus warm zijn, niet loeiheet. De pan waar je de mosselen in gaat bereiden, maakt die wel warm. Dus zet het vuur daaronder op redelijke hitte. Niet walmend, maar wel behoorlijk heet. Zeg maar tamelijk heet. De mosselen zijn al gewassen, gesorteerd en verpakt. Maar jullie moeten ze zelf eventjes op een zeefje gooien, zodat al het vocht eraf is, anders bak je ze niet. Oké, even de mosseltjes aanbakken. Dit is wel een goed. Easy gerecht. Ja, dat is het zeker. Dit is juist daarom, als je dus lekker, als je het oneens was en je hebt lekker door de kou gewandeld. Je moet het dus wel eerst oneens zijn met elkaar. Wat is nou een goed onderwerp om ruzie over te maken dan? Schijnbaar, volgens mij toch complottheorieën. Ik geloof die allemaal. Ja, precies. Een paar minuutjes bakken. Gaan ze al een beetje openstaan? Ja, mag de saus erbij? Ja, de warme saus erbij. Ja. En dan doe je het deksel erop en dan zo snel mogelijk aan de kook. Ja, dat is ook de bedoeling, dat het snel... Je kan de pan een beetje omschudden. De mosseltjes die nog dicht blijven nadat al de rest open is, die moet je niet opeten. We gaan het gerecht opmaken.
Volgende week vertel ik jullie alles over onze box voor oud en nieuw. En ons kerstmenu. Adieu.